Dirk, hoe groot was de teleurstelling? Ja, ik denk dat eerlijk gezegd de buitenwacht meer teleurgesteld is dan dat ik dat ben. Ja, maar we hebben gewoon een hele vervelende wedstrijd waar we denk ik het eerste half uur de wedstrijd hebben weggegeven. Ja, want het veld speelde natuurlijk geen part. Natuurlijk, met name natuurlijk dat jij het totaal mis had, hè? Zo. Ja, een beetje kinderlijk van mezelf. Ik moet hem natuurlijk gewoon met mijn binnenkant raken. Ik wil hem met mijn vreef wegrossen. Ja, super stom. Maar goed. Ja. En jezelf hebben jullie te weinig gecreëerd, hè? Ja, maar eigenlijk ben ik daar dan niet eens zo heel erg... Dat vind ik niet zo erg. Ik vind met name hoe we dan niet in duels komen in zo'n eerste half uur. Want juist de eerste 7 wedstrijden waar we nu 7 wedstrijden van hebben gewonnen. Ja, dan kom je wel in duels. En dat was vandaag gewoon echt nodig. Ja, laten we ook vooropstellen dat het veld natuurlijk ook niet echt helpt om lekker te gaan voetballen. Maar goed, dat geeft niet. Daar hebben zij ook last van. Ja. Tweede helft word je in de spits geposteerd. Had je daar zelf om gevraagd of zeggen, had Mark gezegd, Dirk, jij naar voren toe? Nee, dat laatste. Mark die had gezegd... Het was met name voor je kopkracht, hè? Ja, nee, dat zag je ook. Kijk, in het begin van de eerste helft proberen we natuurlijk nog te voetballen. Nou, dan ging die uit. Schoten we ballen ineens over de zijlijn. Alles had met het veld te maken. Dus we kozen heel snel voor een lange bal. Ja, dan kan je wel op Matta spelen, op Matthijs. Maar dat heeft niet zoveel zin. Ja, en in alle eerlijkheid, mij heb je met zo'n wedstrijd dan ook niet per se achterin nodig. Dus Mark die zegt, nou ga jij maar gewoon naar voren. Want de ballen komen toch wel lang. En dan gewoon hopen en gokken op de ballen die ertussen vallen. En ik denk ook wel aardig gelukt. Alleen net een beetje de scherpte niet, net het geluk niet. Gewoon zonde, maar we ook niet te lang bij stil zijn met elkaar. Je kan ook zeggen, misschien had de keeper van hun net wel een goede dag, hè? Ja, zeker. Mag complimenten. Een bal voor jou eruit, een bal voor Koen eruit. Ja, met name die van Koen. Dat was een bijzondere redding van die kerel. Dat was prima. Gewoon zonde. Ik kijk naar onszelf. Ik denk dat het gewoon zonde is hoe we de wedstrijd zijn begonnen. Daar had gewoon meer gedaan mee moeten worden. Maar goed, dat loopt zoals het loopt. Doen we niet expres. Nu uithalen, alles bij elkaar pakken en dan volgende week tegen Zwaluwe weer op een nieuwe wedstrijd. Ja, maar kijk, ik merk aan je vraagstelling dat het alsof we echt heel, heel, heel teleurgesteld staan. Tuurlijk hebben we de scheid erin. Maar goed, weet je, als je 7 wedstrijden op rij verliest, dan komt die nederlaag komt een keer dichterbij. En klinkt misschien allemaal een beetje cliché, maar ja, we moeten niks. En we hebben het gewoon hartstikke goed gedaan. En volgende week hebben we gelukkig weer een pot om te voetballen, dus dat is toch.